Hoi, vandaag is de Europadag. Internationale Europadag. Laten we eens die vlag tekenen van Europa met al die sterretjes. Gele sterretjes op een blauwe vlak. Ik ga niet kleuren, dat mag je zelf doen als je dat wil. Maar hoe teken je nou die sterretjes en hoeveel sterretjes zijn het eigenlijk? Doe je mee? Goed, vandaag is de Europadag. Europadag. Dat is een vlag, een blauwe vlag met 12 gele sterretjes. En wat je nou het beste kan doen om dat goed te doen, ik heb dat net al even geprobeerd, maar dat lukte niet. Maar als je nou eerst een cirkel trekt, zo, en je doet net zoals een klok, verdeel je die in 12, zo, eerst in vieren, en dan daartussen twee streepjes, zo. En we gaan daar die sterretjes op zetten. Dan staan ze in ieder geval allemaal goed. We beginnen hier. Je moet eigenlijk zien dat het een soort SpongeBob zeesterretje is. Zie je met twee armpjes omhoog, een hoofdje en twee beentjes. Je kan het ook zien als een pijl omhoog, zie je, met twee armpjes eraan. Zorg dat ze niet te ver omhoog steken, die armpjes. Als het al armpjes zijn. Het zijn gewoon sterretjes, hè. Kijk, en kan die sterretjes zou je ook zo kunnen doen. Maar ja, dan worden ze wat minder mooi, heb ik altijd het idee. Kan je ze wel snel doen, maar... Ja, dit is gewoon makkelijker of handiger. En het is gewoon een kwestie van veel doen, even oefenen. En het is natuurlijk ook nog de kunst om al die sterretjes ongeveer even groot te hebben. Ik zie al dat het niet zo eenvoudig is. Goed, nou, als we dan zo die vlag er eventueel omheen zouden tekenen. We kleuren die blauw. We zetten hier even een paar sterretjes in de weg. En een sterretje is geel. Je kan het potlood natuurlijk nog even uitgummen. Dan heb je een Europese vlag getekend. Nou, succes met de sterretjes en succes met het tekenen hiervan. En dan zie ik jullie morgen in de volgende video. Tot morgen!